Hey mensen, welkom terug bij een nieuwe aflevering op Banjo Town van The Wolf Among Us. Mijn naam is Jury en we zijn teruggekomen in de business office. Samen met Sneeuwwitje die blijkt te leven. Het is een wonder, het is een sprookje. Ik weet niet of je hem eerst of later wilt praten, maar laat me weten als je klaar bent om het body te zien. Ik wil daar zijn. Iemand zijn lichaam is binnengekomen, maar ik weet even niet meer wie. Do you have a second? Of course, miss. Laten we erachter komen. Dat is het belangrijkste. Erachter komen. Is dat dood? En TJ? Oh, TJ heeft iets gevonden volgens mij. Er was iets met TJ. Hij is fucking bang. Zou ik ook zijn voor mezelf? Finish! Cancel! What the hell are you doing? Cancel progress. Don't even get started with me, sheriff. Zo, jij bent boos? I saw what you did down there. What? Is that how you treat your... Oh, we waren natuurlijk die gast aan het interrogaten. I'd be lying if I said I didn't want to give Tweedledee a good smack after what he put me through. But what you did to him was way over the bloody line. Oh, nu is iedereen boos omdat ik... You scared the shit out of me, little boy. Oh. You saw everything. Screw you, je moet ook niet okay, kijken, man. Mr. Toad. No. Waarom kijk je überhaupt? What did you expect to see? I thought maybe I'd catch you on the shitter. Ja, but tuurlijk. I saw something worse, didn't I? I beg. That's enough. Cool, kikker, ik stamp op jou, hè? Je bent dood. Je komt niet meer terug tot leven. I deeply regret the distress this has caused you and your son. But right now, we need to carry on with the investigation. I will be happy to speak with you about your concerns later, but you must understand how urgent... Politiek correcte dame. Ik wil best wel met jou verder spreken, maar op een ander moment. We zijn momenteel met een moordzaak bezig. This ain't over, Big B. Ah, kom vechten dan, hè, kikker. Tjie, ik ben wolf, hè. Ik ben wolf. Voilà, ben boef. TJ. Why aren't you wearing your PJ? Are you ready to talk to Mr. Wolf? Oké, okay, Mr. Wolf. Zo niet vriendelijk. Noem gewoon Big B. Because I'm big and I'm B. But. Watch yourself, Big B. You do anything to hurt me, boy. Hurt me, boy. I'm Irish, okay. Scottish. Are you okay? Ik moet niet te lief zijn, denk ik. Het heeft echt geen nut. I go swimming at night sometimes. In the river. I wasn't doing anything bad. No. I promise. Oké, geloof je. Of course you weren't. We know you're a good kid, TJ. Ik zeg dat het goed gaat, hoor. Just tell me what happened. Koetje. Kid is gewoon een seriemoordenaar. Under the big blocks. And I heard noisy feet. Noisy feet. And when feet. I hear that, I'm supposed to go underwater and stay real still. Ja, dat heb je goed begrepen, jongen. Dat heb je goed begrepen. Dat is goed. It's a short stalk thing. I saw the lady. The lady? Faith, denk ik. Ik gok Faith. It's okay, son. Ga rustig aan. Take your time. Ik kan moeilijk zo zeggen. Hurry up! She didn't have her head on. Oh, ze is vergeten de hoed op te zetten. I thought she was gonna pull me down too. Cause she had rocks on her feet and she kept falling down in the dark. Ze is vermoord. Ah, arm joh, trauma. Cinderblocks, zijn dat? Is it true? You know when people are lying. Ja. Bitch, dus beter praat je. You could do that. That's why you're the sheriff. Het is mijn baan. Yeah, part of my job is being able to tell when people are lying. I'm really good at it. Is there something else you want to say? Please, don't be mad. Zeg het maar. What is it, TJ? Ben je aan de drugs? I didn't stay under the water. Oh. I know I'm supposed to, but I was scared, and I went to the top again. Oh nee. I couldn't help Sickle. It. Okay, Sickle. Very specific rules. You have to stay quiet and out of sight, or bad things can happen. Je mag niet liggen, you. TJ. Weet je ook kaprokken? I'm sorry. Is oké. Het is oké. Laat die vader maar gewoon disciplinair met aan werk gaan. I don't know if anyone saw me, but someone said. Stop met lachen. Nee! And I was scared. And I went under for as long as I could. Wait, you heard someone? Yes. Why didn't you heb je iemand gezien? Heb je iemand gezien? Did you see who it was? No. 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 Wie is die fan? Voice it was? No. Oké. Rustig, niet gaan huilen. Niet gaan huilen, is goed. Oké, TJ.
Ze is goed. Rustig I'm gaan. Sorry. Maar nee. After I came up again, there was no one there. And I ran home. Oh, vertelt alles uit zichzelf. I promise. Okay. Rustig. I want to go home. You can go. Okay. You can go. Klein kutkind. Ik ben zo aardig. Nee. Thank you, TJ. Okay, son. Let's get you home. Good job, you TJ. You did a good job, kid. Good job, nigga. Come on, then. Pound me. I'm going home, going home. That went about as well as I expected. Oh, sorry hoor, dat ik niet boos mag worden. Klootzak. Wat? Ja, is goed, denk ik. Ik las de vraag niet helemaal. Oh my goodness, I almost forgot. Wat heb je? Oh, autopsie, ik zat erop. Oh, gaan we iemand zijn hoofd weer uit? God, dat is ja. The Witching Well Chamber. Oké, dit ziet er spooky uit, man. Serieus. What the fuck? Het ziet er raar uit. Weird ass shit, man, niggas. What the fuck? Lekker kijken in die witching wel hier zo. Oh, dat is diep, niggas. Oh, yo. Zo diep. Net zo diep als je. Ik zeg niks. Ik hou mijn mond wel eventjes. Maakt niet uit, hè. Geen probleem. Ja, ik kan wel shit gaan zoeken hier, maar fuck it. Dus dat is het lichaam en dat is haar hoofd. Dat is ranzig. That's pretty nasty. Pretty motherfucking nasty. Wow. I didn't realize. How is it? You're gonna be okay. You don't have to stay. I want to stay. I'll be fine. It's just a little strange. Just a little strange, my friend. Glamour is so effective, it's invasive. But just do what you need to do. Okay. Laten we kijken naar de borst. We kunnen ook naar de boobs kijken, maar dat vindt ze waarschijnlijk niet zo leuk. That's weird. Die heb je niet, hè? Wear a brooch like that. Nee, dat heb je niet. Really belong to her. Not part of. Kunnen die glamour shit er niet gewoon afhalen? Something from the homelands. Makeup. Do you recognize these symbols? No, nothing I've seen before. Het lijkt een beetje op een harp. Kan ik het aapje inspecteren? Nee. Neckmark. Looks just like Faith's did. Het ziet er echt lekker grof uit, man. No, he said he wanted to run more tests. Ja. Hij wil gewoon. Hij is gewoon een necrofiel. The neck wound was the same. There might be a ribbon in her mouth too. Oh, nou, laten we dan even de bek open trekken. Oh ja hoor, het gebeurt ook. Nee, is leeg. Nothing. So, it's not exactly the same. Het is niet precies hetzelfde. Eigenlijk is het niet misschien dezelfde. Close her mouth. Het is jouw mond, hè? Zal ik mijn penis erin steken? Grapje. Is toch grapje. Ik kan iets doen. Ik heb wel genoeg. Ho. Ho, jongens. Kunnen we even genieten van dit uitzicht? Nee, oké, doen we niet. Rope marks. Dat is van die stenen shit. Tied up. They tied cinder blocks to her. Wat is cinder blocks? Ik weet het niet. So she would sink. Denk gewoon. Oh, het is gewoon cementblokken. Cinder. Zal wel cement zijn. Ja, ze heeft iets in de hand. Ze heeft iets in de hand. Ik zie het. Fist is clenched. So she fought back? Nee. No marks on the knuckles. Ze heeft iets in de hand. Oh. Open maybe the hand. She was grabbing something? Ja, maybe. Mijn pijn. Oké, ik hou op. Ik hoop. Zo, krak. Ik breek die vingers eraf. Sowieso dat die vingers eraf breken. Laat ik het nog maar even met rust laten. Laat ik even die andere shit nog bekijken. She used Monday drugs. Ze was aan het drugs. Pretty heavily too. I hear they only go for the legs if they've used up the veins in their arms. Or if they're trying to hide them. Of het is, ik denk dat het eentje weer uit in zo'n soort van crackhoer is, net zoals die andere chick. Look like me, shouldn't it be concealing things like track marks? That brooch too. Why would it change everything else? I've never seen one this sloppy. Misschien is het possible it's so designed not to. Designed not to hide track marks? Good point. Ja, oké, dat was raar om dat te zeggen. Doing, that's why they cost so much.
Unless someone is making glamours illegally? Illegale glamour? It's not technically illegal, miss. It's not encouraged, for sure, but there aren't any laws specifically... Nou, moeten we die even maken, hè? So there's some sort of black market for glamours? Yeah. One would assume so. I imagine anyone with access to the proper books and training could theoretically produce a glamour. Okay, dan gaan we het zelf doen. Make your own glamour! Black market or not, it's a pretty good match. Look at that. The buttons aren't exact either. There's an extra one here. What? The buttons? Ik wil die vuist openmaken. These buttons are wrong. Ik wil de vuist openmaken! Under. Ja, waarschijnlijk Ranzo breekt de vinger af. What? Sowieso. Weet je ergens ik de jas uit moet? Vind je het heel erg? Just let me do it. Ja, doe dat maar. Misschien beter. Ja, anders voel ik me zo'n necrofiel. Wat is er? Ik weet niet of ik dat wil doen. Gaat het? Laten we, het is haar lichaam, weet je. Het is haar fucking string die daar bovenuit komt. Sorry, that took longer than... Kut, we hebben die vuist niet opengemaakt. Shit. What have you found out? Ik ben nog bezig. I haven't finished yet. Well, get on with it. Ja, hou je bek, man. We can't waste too much time here. The killer might be preparing another attack as we speak. Je mijn moeder. Hoe weet we je dat? We should keep going. Ja, laten we die fucking bitch open... dat is misschien wat jaar. Ik wil niet alleen hier zitten. Ik wil ook niet in haar zak zitten. Ik wil de vuist openmaken. Zal ik het doen? Zal ik het doen? Zal ik de vuist openmaken? Dit is fucking rad wat hij gaat doen. Ja, fuck it, hij doet het gewoon. YOLO! What are you doing? Way to find out. Nee! Dit, ik voel de pijn! Ik voel de pijn! Ik voel de pijn! Jesus, Bigby. What is it? Bloemetjes? Wat? Lilies. Pink lilies. Flowers. Flowers. Yeah. Flowers. Nee, daar vind ik dan weer net niet aan zitten. Pocket. Niet aan de boob zitten. Probeer niet aan de boob te zitten. Use this. Iemand... What is that? What the fuck? It's your perfume. How do you know what perfume I wear? Omdat ik je geel vind. Sorry. Looks like someone picked it out for. Ja. Wist ook dat ze dood gaan uiteindelijk? So, someone gave her instructions. Ja, waarschijnlijk wel. Nou, ik ga nog steeds niet aan Alicia zitten. Ik vind het een beetje ranzig. Is dit? Glamour? Zeker? Ja, glamour. I've seen things like this before. It's definitely magic. Oh nee. The witches don't usually craft objects these days. I don't think it's wise to fool around with that. It's some kind of black market magic. Who knows what it could do? We should have a look. Misschien kan het mijn penis verlengen. Just make sure it isn't dangerous. Don't you think? You may be right. Let's find out, YOLO. There's something in here. Daar zit iets in. Het is een puzzel. Het is een puzzel. Not sure. Ja, ga maar eens naar stand back if you're worried, Crane. Ik ga het proberen open te maken. Ik ga het dingetje openmaken. Het is een puzzel, zoals ik al zei. Hoe de fuck werkt dit shit? Nee, kijk, alles moet sowieso eentje naar beneden. Deze shit moet naar beneden. Het wordt een vogeltje. Of het wordt een paard, ik weet niet. Wat wil ik dat ik doe? Oh, het wordt een ezel. I guess. Nee, het wordt een... Maken we een eland ervan? Ja, YOLO. Huppakee. Hij is open, hoor. What does that mean? Ik weet niet. Zit het erin? Drugs? Pillen? Wat? Een veertje? En een foto. Dit is raar. Hier kan ik dus echt helemaal niks mee. Rot photograph. Let's open it. Wat staat erop? Dat zie je lekker in de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken. Laat een groen duimpje achter. Blauw duimpje maakt niet uit. In ieder geval een duimpje omhoog staat. Abonneer op Banyatown. Abonneer ook zeker op mijn kanalen. Die zijn onder in de beschrijving. Check het vooral even uit. En dan ben ik woensdag weer terug met een nieuwe The Wolf Among Us. Epische serie, denken jullie niet? Ik denk van wel. In ieder geval tot volgende keer. Laters.